Hallo lieve mensen en welkom bij weer een klassiek Dit gebeurt er als experiment. En hoewel je misschien denkt dat deze video puur is bedacht om views te scoren, dan heb je gelijk. Nee, grapje. Ik las dus laatst toevallig een artikel waarin een seksuoloog onderbouwde waarom het allemaal voordelen kan bieden als je stopt met ondergoed gaat dragen. En dat wilde ik wel eens testen. Hierover later meer, want ik heb zelf ook even met een seksuoloog gesproken. Maar voor nu moet ik er toch echt maar aan geloven, denk ik. Het is eigenlijk wel vals spelen, hè, met zo'n bodysuit. Oké, ik doe wat anders aan. Hallo, goedemorgen. Het is dag 1 en het is heel raar om 's ochtends geen onderbroek aan te doen. Want dat ben je natuurlijk ontzettend gewend. Omdat gewoon zonder dat je erbij nadenkt, doe je dat aan. Wat ik overigens nog niet heb verteld, is dat ik ook naakt ga slapen. Ook onderdeel van het experiment. Want, nou ja, dat hoort er natuurlijk een beetje bij. En dat heb ik nog nooit gedaan. Nee, ik denk echt dat ik dat nog nooit heb gedaan. Overigens ben ik heel erg benieuwd wat jullie allemaal, of jullie dat wel eens hebben gedaan. Naakt geslapen of zonder ondergoed de deur uitgegaan. Dus ik ga daar een poll over houden op mijn Instagram. En dan komen hier deze resultaten. Waarom ben ik nu al buiten adem? Dus tadaa! Ja, hallo, hier is Marije from the future. Die zit te editen en de resultaten te bekijken. En is verbaasd, want meer dan de helft slaapt wel eens zonder kleding. Wauw, dat had ik echt niet verwacht. En jullie stappen ook nog best wel eens zonder ondergoed de deur uit. Ik hoop vooral gewoon dat iedereen lekker doet waar hij zich goed bij voelt. Daarnaast ga ik jullie even een exclusieve inkijkje geven in mijn ondergoedla. Wauw, overlicht. En dat is me wat, jongens. Bereid je voor, zet je schrap, al die dingen. Ik ga natuurlijk niet alles laten zien, maar het is gewoon even om een idee te krijgen. Dit zijn sokken en ondergoed en er is heel veel in de was. Maar ik heb dus het gecategoriseerd op wat voor type ondergoed het is. Omdat ik dat, ik had deze doos van een perspakket en toen dacht ik, nou dat is misschien wel handig. Dus hier zit shapewear-achtige dingen, wat ik eigenlijk niet zo heel vaak draag, maar soms bij een jurkje handig is. Dan lekker zittende, comfortabele dingetjes. Dan dingen die ik eigenlijk nooit draag. Dan dingen die ik heel vaak draag. En dan de niemendalletjes. Ik ben wel die persoon die het heel leuk vindt om gewoon matching mooie setjes aan te hebben. Maar als ik eerlijk ben, dan schiet dat er ook wel vaak bij in. Dus dat is misschien een goed voornemen of zo. Want ik vind dat wel dan heel leuk. Ik vind dat dan wel een beetje een sexy gevoel geven of zo. Hier zijn nog BH's en ook bikinis trouwens. Hier is nog de Kim K opvul billen onderbroek van een video. Die draag ik eigenlijk nooit. Wil iemand hem hebben? En ik laat die BH's wel zien, maar eigenlijk doe ik dat deze keer niet onderdeel van het experiment maken. Want daar heb ik dus al een aparte video over gemaakt. Dat was voor mij echt wel een dingetje. Dat vond ik... ja, een heftig experiment, maar ook wel heel leuk en leerzaam. Maar goed, dus als je die nog wil zien, dan moet je even een vorige video kijken. Die komt nu hier en zo. Zo, dit is een sexy shot. Nu moet ik even zorgvuldig de camera manoeuvreren. Zo, ja. Oeh. Max, ik ben helemaal naakt. Ik voel dit. Ik niet, ik ga wel lekker slapen. Ik ben zo bang dat ik het zo koud krijg. Good luck with that. Nou, dit is niet hoe een goede husband moet zijn. Weet je hoe goed deze husband gaat slapen? YouTube life is hard, weet je. Echt, hè? Maar wat als ik het nou koud krijg, doe je, ga je me dan warm... En die glunder in je ogen. Ga je me dan wel warm maken? Oh, denk ik niet. Ben je koude reet tegen me aan? Ja, ik heb er zin in. Jouw experiment. Mijn experiment is straks misschien nog een lange broek en sokjes aan doen. Geil.
Gelukkig hebben we ook twee verschillende matrassen, hoef ik niet tegen een naakte lijf van jou aan. Ik lig 17 kilometer bij jou vandaan. Dat is een hele andere postcode waar ik hallo YouTube! Really? Je bent ook echt een andere generatie. De tijd dat mijn stem geluid jullie bereikt, leef ik niet meer. Wel lekker. Zo, dus vanavond feestje. Het YouTube jaarfeest. En ik moet iets aan met een touch of red, feestelijk. Maar ja, ik heb ook niet echt zin om een jurkje aan te doen zonder ondergoed. Dus ik ga toch maar voor een broek. Dit is de huidige situatie. Het is sexy, zoals je kan zien. Heel sexy. Ja, laten we daar wat aan veranderen. In 3, 2, 1. Dit wordt hem. Rood bloesje, touch of red en een broek. Max, heb jij een boxershort aan? Ja. Had je niet even solidair kunnen zijn met mij? Het is 3 graden. Ik ben zo blij dat ik een boxershort aan heb. Alles is zo koud aan beneden. Dat vind ik al, dus het zal bij jou helemaal feest zijn. Hoe bedacht ik dit ook om in de winter te gaan doen? Ik ben thuis. Het was echt een heel leuk feestje. Een hele koude poes. Dat was stom. Ik vind het nog steeds niet leuk. Nou ja, het is net alsof ik op safari ben. Wat natuurlijk wel een dingetje is aan dit hele experiment, is dat je veel vaker je kleding moet wassen. Daar heb ik niet over nagedacht. En ik denk ook de hele tijd dat mensen het aan me zien of zo. Dat is ook heel raar. Je bent de hele tijd mee bezig. Oké. Okay. Stabiliteit. Hoe is het nou om geen ondergoed te dragen? Zou je zonder ondergoed door het leven kunnen, ja of nee? Nee. Nee! Duidelijk. Nee, lijkt me echt niks. Ik zou zonder ondergoed door het leven kunnen, ja. Of het zou kunnen, maar als het echt niet anders kon, ja. Zo, ik ja, heb echt niet echt veel. Maar bij A staat toch alleen maar balletjes. Ik heb daar ook geen BH. En een onderbroek is best wel fijn, maar ja, als het echt niet anders kon, dan ja. Kan wel. Dat zou kunnen. Nee, ik zou absoluut niet door het leven kunnen gaan zonder ondergoed. Ja, hallo. Ik heb eigenlijk niks te melden. Daarom heb ik ook niet zoveel gefilmd. Ik ben vooral met dit tuig ben ik bezig geweest. Ik heb dit weekend Love Island gekeken, USA. Gewerkt. Mijn broer gehangen. Max is dus het hele weekend weg. En ik ben alleen maar met die katten bezig. En verder gewoon niks. Ik zal jullie ook even inlichten over hoe ranzig ik ben. Want ik heb net pas gedoucht. Ik heb gisteren niet eens gedoucht. Gewoon geen make-up op. Ik heb nu make-up op omdat ik zoiets moet filmen. Maar dat is een uitzondering. En alles is een bende. Niks schoongemaakt. De leven. Nou, daar is het andere tuig ook. Hey. Joggingsbroek zonder ondergoed is wel echt de enige optie die ik acceptabel vind op dit moment. Zit me even af te vragen of ik de rest van de dagen ook weg kan komen met alleen joggingsbroek. Meetings, afspraken, kantoor. Alleen een onderbroek. Of een slip, of een... Ja, nee. 'S nachts draag ik altijd een onderbroek. En soms een hemdje. Maar ik doe dus wel altijd een schoon ondergoedje aan voor 's nachts. Oké. Okay. Ik vind naakt slapen wel echt heel fijn. Ik ben zo iemand die wel altijd met een t-shirt gaat slapen en 's nachts naakt wakker wordt. Maar dat heb ik dan niet door. En soms zijn er mensen die logeren dan altijd naakt door het huis naar de wc. Dat is wel een beetje gek. Het is, ik word heel vaak 's nachts naakt wakker. Geen. Nee? Nee. Ben je naakt?
Het verschilt. Of ik slaap inderdaad naakt, dat doe ik in de zomer. In de winter heb ik dan wel een shirtje aan, maar nooit een broekje of een string of zo. Ik wil altijd dat ik lekker float. Ik ben voorstander van naakt slapen, want dan heb je meer kans op seks. Maar nu is het een beetje winter, dus dan mag je best ook een onderbroek aan. Je bent wel schattig. Hallo. Is het tegen mij? Tegen wie is het? Weet ik niet. Tegen Brabant? Hallo. Ja. Wie wel hallo met een zachte G? Hallo? 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 Wij zijn op weg naar Tilburg. Ja. Wij zijn er al bijna. We zijn er al bijna zelfs. No. Want we hebben een meeting met Interpolis. En ik heb geen onderbroek aan. Het zal je verrassen. Het zal je wel verrassen, denk ik, als je dat even op tafel gooit zo. Oh, ik. Ja. Nu is stoelverwarming wel lekker, of niet? Oh ja, dit, goed punt. Dit is echt. Maar ik heb dus een spijkerbroek aan. En ik kan je vertellen. Dat is niet heel comfortabel. Ik ben vooral benieuwd of ik me een beetje kan concentreren op wat we moeten zeggen en wat we moeten doen. Terwijl ik dus daar zit te voelen dat ik met me... Te voelen? Ja. Heb je helemaal geen plan in die meeting? Nee, dat ik voel dat ik geen onderbroek aan heb. Maar in de meeting. En dat, ja, ik hoop dat ik me een beetje kan concentreren en focussen. Ik denk dat ik me dan ook niet kan concentreren. Ik weet ook eigenlijk niet wat ik moet zeggen, behalve gewoon wederom een klaagzang hier. Sorry. Is er al één moment geweest dat je blij bent dat je geen onderbroek aan hebt? Nee. Nee? Nee. Oké. Okay. Thanks for rubbing it in. Oké, spijkerbroek. Max, hoe heet eigenlijk dat... Wat? Ik ben oud, ik kan niet zo hard. Hoe heet eigenlijk dat syndroom dat je heet. Altijd... Het is echt koud. Deze man, echt. I got the jokes! Ja, I got de scheidingspapieren. Ah, you got the jokes too! Hoe heet ook weer dat syndroom dat je altijd denkt dat iedereen naar je kijkt? Max de Vries zijn? Want dat is dus wat je hebt als je dus zelf weet dat er iets met je aan de hand is. In mijn geval geen ondergoed dragen. Dat je denkt van, iedereen ziet het aan me. Ja? Ja, denk dat heb je echt. Ja. Denk niet dat iedereen het aan je ziet. Ik mag het hopen. Nee. Camel towing like a pro. Camel towing strong. Ja. Het is wel te koud voor kamelen, man. Penguin voor... Hii. Goed. Nou, hier nog even een mooi stukje Nederlandse landschap. Eenmaal gingerbread latte met soja zonder ondergraag. Nou, ik ben wel eens naar een sauna gegaan, maar zo liep niet de deur uit. Ik ben alleen zonder ondergoed de deur uit gegaan. Niet standaard elke dag. Hangt er wel vanaf wat ik aan heb. Onder bepaalde jurkjes, maar niet hele korte, maar lang. Maar dat het er dan doorheen schijnt. Dan heb ik ervoor gekozen om het niet te dragen. En om heel eerlijk te zijn, als ik thuis kom van een lange werkdag, dan meteen onder de douche spring om gewoon even alles van me af te spoelen. Dan trek ik ook een joggingbroek aan zonder ondergoed. En dan komt het ook soms wel voor dat ik dan bijvoorbeeld toch nog even naar de supermarkt moet. Toch nog even iets kleins moet ophalen. En dan ga ik dus ook wel weer naar buiten zonder ondergoed. Dus ik vind het totaal niet vervelend. Dus, maar wel als je ongesteld bent natuurlijk. Altijd wel ondergoed, ook s'nachts. Maar als je gewoon niet opstelt, dan is het wel lekker. Wat heerlijk! Ja! Dankjewel! Ja. In de zomer heb ik wel eens een lange jurk, eigenlijk zo'n maxi vest op mijn enkels. En dan was het warm en dan vond ik het eigenlijk wel lekker om helemaal niks onder te hebben. Ja. Dus, aanrader. Dus, ja, eigenlijk wel. Als het gewoon een hete dag is en dan gewoon alleen maar één lapje stof, dat vond ik wel lekker, ja. Nee, alleen zonder PH. Ik ga alleen zeg maar echt zonder PH de deur uit. Maar niet zo, ja, dat wordt alleen dat eigenlijk. En dat zou ik ook niet vergeten of zo. Ik denk dat ik wel eens, ja, ik ben wel zonder ondergoed de deur uitgestapt. Sowieso zonder BH. Dat kan wel eens in het weekend in de ochtend als je even een snelle boodschap moet doen.
Maar ik denk ook wel eens dat ik zonder ondergoed de deur uit ben gegaan toen ik bij iemand sliep vroeger. En dat je geen zin hebt om dan weer je ondergoed van gisteravond aan te doen. Maar ik vind het echt niet lekker zitten. Al helemaal met een spijkerbroek of zo. Ik vind het gewoon echt niet prettig. Ik kan het bovenstukje, dat kan ik dan nog, vind ik wel lekker. Soms een beetje zo'n vrij gevoel. Maar geen ondergoed, geen onderbroek. Dat vind ik gewoon helemaal geen fijn gevoel. Dankjewel. Nou, ik kan er lang en kort over zijn, maar zoals je waarschijnlijk al hebt gemerkt, ben ik niet zo'n groot fan geworden van geen ondergoed dragen. Ik vond het gewoon praktisch gezien niet heel comfortabel en ja, gewoon een beetje ongemakkelijk. Neem niet weg dat ik het iedereen aanraad om het gewoon een keer te proberen. Wie weet is het wel iets voor jou. Nog een praktisch punt is trouwens dat ik het vanuit duurzaam oogpunt niet heel handig vind om geen ondergoed te dragen, omdat je dan toch wel uiteindelijk denk ik vaker je kleding moet wassen en ik wil dat gewoon niet. Maar om alle voordelen en nadelen nog even netjes op een rijtje te krijgen, heb ik met seksuoloog Mandy Ronda gesproken. Dat was een heel interessant gesprek en dat komt nu. Hallo Mandy. Hi. Hallo, wat fijn dat ik jou wat vragen hierover mag stellen. Tuurlijk. Meteen even met de deur in huis vallen. Wat zijn nou de nadelen van zonder ondergoed? Of zonder ondergoed lopen? Lopen, ja. Nee, eigenlijk zijn er maar heel weinig nadelen. Dus daar kan ik vrij kort over zijn. Mm-hmm. De nadelen van zonder ondergoed lopen liggen misschien vooral in het feit dat de kwetsbare huid van je vulva gaat schuren. Of van je genitaliën, als je als man zonder ondergoed loopt, kan natuurlijk ook. Dus die kwetsbare huid die gaat schuren tegen je dijen. Dat kan zorgen voor uitslag. Verder kun je denken aan de afscheiding, de natuurlijke afscheiding die we gewoon dagelijks hebben. Dat die wat sporen achterlaten op je kleding. Nou, draagt dat verder helemaal geen risico's bij zich. Het is ook helemaal niet onhygiënisch, maar misschien vind je het niet prettig. En verder moet je toch wel een klein beetje letten op het infectiegevaar van schaamluis. Dat is iets wat je normaliter overdraagt via seks, maar ook kan het op andere oppervlakten leven. Dus als je bijvoorbeeld een rokje draagt en je gaat op een stoel zitten die heel toevallig geïnfecteerd is, dan zou je zomaar dat op kunnen nemen. Oké. Okay. drie vrij kleine risico's. Dan over naar het leukere gedeelte. Wat zijn de voordelen? Ja, daar zijn er echt een hele hoop van eigenlijk. Sowieso kun je denken aan praktische voordelen. Dus je hoeft je geen zorgen te maken of je nog wel schoon ondergoed in de kast hebt liggen. Je hoeft niet extra wasjes te draaien. Je hoeft je geen zorgen te maken over ondergoedlijnen onder je kleding. Het kan een heel sexy gevoel geven. Hè? Het is best wel een beetje ondeugend als je zonder ondergoed loopt. En ja, dat wetende kan ervoor zorgen dat je je wat ondeugend voelt. En dat kan seksueel prikkelend zijn voor jezelf. Hè? Dus je komt er ook wat meer door in contact met je eigen seksualiteit. Omdat je heel bewust bent van dat je naakt rondloopt. Mm-hmm. Maar ook voor een partner, een bedpartner of een potentiële bedpartner kan het heel prikkelend zijn als je influistert dat je geen ondergoed draagt. Ja. En ook zonder dat je het vertelt, kan het heel prikkelend zijn omdat je pheromonen makkelijker opgepikt kunnen worden. Oh, sorry, er begint opeens een kat in beeld te lopen. Dan het naakt slapen. Waarom wel of niet? Ja. Ja, daar zitten eigenlijk echt alleen maar voordelen aan. Juist door naakt te slapen daalt het infectiegevaar. En bacteriën doen het heel goed op warme, broeierige plaatsen. Dus als je met een pyjama aan slaapt alleen al, of ook met ondergoed, ja, dan is dat eigenlijk een broeihaard voor bacteriën. Het infectiegevaar daalt door geen ondergoed te dragen of ook geen pyjama. Verder kun je er ook beter door slapen, want je lichaam kan makkelijker afkoelen. Om op de juiste temperatuur te komen voor een ontspannen nachtrust. En wanneer je meer ontspannen bent en beter slaapt, komt dat meestal ook je seksleven ten goede. Het kan heel prikkelend zijn om naakt tegen je partner aan te liggen. Je hebt meer huid-op-huid contact. Daardoor komt er ook meer oxytocine vrij. Dus een beetje het knuffelhormoon en het gevoel van intimiteit samen. En ook daar neemt het natuurlijk weer een barrière weg tot seksuele activiteiten. Dus het maakt het allemaal wat makkelijker. Mooi. Dankjewel. Super waardevol. Bedankt voor het kijken. Deel en like deze video als je hem tof vond. En tot volgende keer. Muah.